Zo. Het is rustig nu. Ja, man. Hey, hoe zou ik het vinden als je volgende week vrijdag bij me komt barbecuen? Barbecue, lekker. Heb je pils? Ja, sowieso. Ja, maar ik heb misschien nachtdienst. Moet je even kijken. Maar anders kom ik. Ja, dan kan je pils drinken. Ik doe natuurlijk veel pils. Maar dan kom je ervoor toch wel even barbecuen. Ja. Ik heb liever pils. Nee, ik kom al. 3202, RT 3202. Geen bericht. Blijf luisteren, 3208, RT 3208. U zegt het. Graag beide prio 1 te plaatsen richting het Wilhelmina Park. Zou een man aan het crossen zijn met een motor. Hier zijn ook kinderen aan het spelen. Persoon rijdt redelijk asociaal. Persoon rijdt op een zilverkleurige crossmotor. Persoon heeft een zwart leren jasje aan. En een grijze broek. Oké, okay, ja, is begrepen. Ik ben onderweg. Dat is ontvangen. Bedankt. En uit. Ja. Wim, pak hem maar gelijk hier links. Links? Ja. Oeh. Oh. Sorry. Ja. Ik zal even niet alles erop gooien, dan heb ik geen heterdaad meer. Nee, was even voor het drukke stuk. Nou, rechtdoor, rechtdoor. Oké. Okay. Even kijken, blijf maar gewoon rechtdoor gaan. Naar rechts zit eentje te twijfelen, ga maar. Ja. Wilhelmina Park, hè? Ja, positief. Ga maar door. Yes, rechtdoor. Naar boven? Nou ja. Nee, pak hem maar rechts. Het is altijd druk hierboven. Ja. Ga maar door. Ja. Hoe lang is het nog? Dat is nog wel een stukje rij, hoor. Ja, gooi maar alles erop, je. Ja, wat gaan we doen? Ja. Ja, precies. Rechtdoor. Hier is rechtdoor. En dan gaan we hier links. Hier zo? Ja. Het verkeer is vandaag niet wakker. Nee, het schiet niet lekker op, nee. Rechtdoor? Yes, rechtdoor. Even kijken hoor. Eerste afslag zeker. Ja, eerste draf. Ja. Ik geloof dat het groen me vasthangt. Dus geloof ik met deze Touran. Dat groen steeds aanvliegt. Daar staat hij nog steeds aan? Ja, ik ga niet meer uit, joh. Oh, oké. Okay, even kijken. Ja, rechtsop. Hij zit... Hè? Ja, rechtdoor. Is dat wat voorheen een Meeuwenpark heette? Of... Ja, dat zou goed kunnen inderdaad. Hier, einde links. Ja. Nou ja. Pak hem even hier rechts, hè? Ja. Links. Ja. Ja, vrij. Dan moet je hier rechts. Oh. Even kijken hier links. Hier zo in het park? Ja, het zou hier moeten zijn. Zet blauw maar even uit. Even kijken hoor. Ja, oh, daar, zo! Ah joh! Waar gaat hij heen? Waar is hij heen? Wacht, ja, omdraaien. Ja. Is hier de straat op? Ja. Rijd door? Even kijken, ik hoor hier wat rustiger. Hij ging hierheen, ik zie hem niet meer. Hier rechts? Wacht even hoor. Hij is weer achter ons, ik zie hem. Ja? Motorrijder. Ik weet niet of hij me gehoord heeft, maar... En dan? Ik zie hem. Ja, hij is hier al recht. Ja, ik zie hem hier rechts. Ah, daar. Ja, ik gooi alles maar aan. Stop vooraan. Rechts op, geloof ik. Ja, rechts. Hij rijdt wel pittig door, hoor. Ja, joh. 3208, 3202. Voor Zuid. Hey, bericht.
Wat was het signalement van het gozer waar jullie net achter zaten? Ja, hij had een, hij zat op een grijze motor. Ik zie het niet zo goed. Yes, yes, yes. Oh, ja, ik zie hem, ik zie hem. Ja, okay. Zie je? Ja, ja, we hebben zich, kom maar. Goed, kom maar aan. Graag, we gaan rijbewijs zien. Hoezo? Nou, de reden waarom je zo absurd rijdt. Absurd? Ik sta hier de hele tijd. Nou, we zouden net stoppen, vriend. Trappen we niet in. Nee. Ja, geef je rijbewijs maar. Is bij deze ingevoerd. Artikel 5, gevaarlijk rijgedrag. Nou, dan mag je het eerst bewijzen, vriend. Nou, we hoeven helemaal niks te bewijzen. Wij hoeven alleen te constateren, meneer. Dus u moet gewoon doen aan de vordering die mijn collega doet. Gewoon rijbewijs tonen. Ja. Hé, hey, blijven staan, meneer. Hé, hey, staan blijven! Hij zei achter voor hem te voet. Staan. Ach. Onhandig muurtje altijd. Staan blijven. Let op hier ook, collega. Ja, pas op, pas op. We gaan richting snelweg. Hey, staan blijven. Oh. Ik zeg gauw op de taser. Ja. Staan blijven, wordt getased. Politie, staan blijven. Zo. Oh, hij is gevallen, hij is gevallen. Pakken, pakken, pakken. Stoppen nu. De grond tegen de grond. Lekker. Goed zo. Ah. Goed, je bent bij deze dus aangehouden. Ook gewoon bij invoering rijbewijs kunnen blijven, hè? Puile klootzakken. Ja, ja, dan moet je gewoon maar luisteren. Zo, je hebt mijn conditie wel even op de test gezet, man. Zo, maar door naar teruglopen dadelijk. 3202 OC. 3202, geef recht uit. Ja, na voetachtervolging, man viel op de grond, we hebben hem wel. Na voetachtervolging viel persoon op de grond. U heeft hem dus ontvangen en genoteerd. Het. Klee, kan jij even boeien? Ja, even kijken. En waarvoor had je me überhaupt eerst gestopt? Nou, we kwamen hem tegen bij het park. Oh god, er komt er weer eentje achteraan gerend, hoor. We kwamen tegen bij het park en hij reed er gewoon echt zeker met 50 door dat park heen. En ja, vervolgens zien we hem richting dat tankstation of het was te scheuren. Meneer mag even afstand gaan houden. Hey, chapo! Even aan de kant, dankjewel. Meneer, even voor u, u bent aangehouden. U hebt recht om, om te zwijgen. Wow, alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. U heeft recht op een raadsman. Kan u deze zelf niet betalen, dan wordt er eentje toegewezen door ons. Maar mijn vriend met rust. Heeft u dat begrepen? Heeft u dat begrepen? Ik heb niks tegen jou te zeggen. Ja, dat maakt niet uit. Ja, recht op de zwijgen. Hey. Hey. Blijf afstand. Kun je even afdekken? Ik loop met hem weg. Mag je hier even blijven staan? Blijf filmen. Ja? Blijf je staan? Nee. Mag ik even een ID zien? Nee. Jawel, vordering bij deze? Ik heb een fotje van je, man. Oké. Oh, jou ook? Kom maar, collega. Ja, verloren ook. Ik bedoel van, als ik blijf volgen, dan gaan we er iets aan doen, maar... Maar goed, waar, we, waar ik was, ja, toen stopt hij daar. Loopt hij snel naar die drankautomaat. En vervolgens zegt hij van, ja, ik sta hier de hele tijd. Ik heb toen gezegd naar de vordering bij deze een ID, of een rijbewijs. En die was ingenomen, artikel 5. En daar was hij niet mee eens. Nou, nog strakker. Ja, nog strakker, dan had je maar niet moeten weglopen. Je stelt je bovendien ook nog een beetje aan, want die dingen zitten helemaal niet strak. Even kijken hoor. Zal ik anders even snel de auto gaan halen? Ja, precies, alsjeblieft. Hou even rekenen met die gozer achter, hè. Ja, ja, ik blijf volgen, wacht even. Hey, wat is jouw naam eigenlijk? Heb jij ID nou wel bij, of niet? Wat is jouw naam? Ik vraag het aan jou. En ik vraag het aan jou, grappig hè. Nou meneer, dan ga ik gewoon bij deze fouilleren en dan weet ik het genoeg. Even kijken hoor. Zit niet aan mijn reet. Ja, dat bepaal ik zelf wel. Even kijken. Is die ander al weg? Ja, die ander is net, ik heb hem even gevorderd om... Welke kant ging die op?
Hij ging daar achter de... Achter die appartement, of ja... Hij is hier de hoek omgegaan. Ja, niet terug richting de motor. Volgens mij niet. Ik zag daar net het steegje lopen, dus ik denk dat hij daar nog staat. Kun jij anders even naar die motor alvast gaan? Dan kunnen we en bewaken en eventueel de takelwagen opwachten. Zou jij mij even een lift willen geven naar mijn motor die staat bij de motor? Of meneer, pas op voor je hoofd. Oh, hij gaat toch rennen. Ja, die takel die staat waarschijnlijk voor rode licht daar, hè? Weg. Ja. Stoppie. Ja, kijk maar, komt hij al. Ja. Had jij hem al op zijn rechter gewezen? Ja, ik heb hem op zijn rechter gewezen en ja, goed, had het begrepen, zegt hij. Okay. Nou, hij wil niet met me praten, dus. Top. Hey, doe zo, laat ik je zien. Wat zegt hij nou? Ja, niet op reageren. Hij wil alleen maar aandacht. Ha, daar zijn we weer. Hey, wat doe jij nou hier, man? Ja, dat is steeds werken, hè? Jullie ook waarschijnlijk. Ja. Hey, even kijken. We hebben hem ingevorderd. Dus als je hem wilt brengen naar het politiebureau, zou dat helemaal goed zijn. Ja, is goed. Is het nog steeds dat ze voor hem achter het hek, of niet? Ja, precies. Ja, top. Mijn vrachtwagen heeft als goed als kenteken, dus ik kan er ook zo op rijden. Mooi, man. Wij rijden ook die richting op. We moeten een verdachte afleveren en dan misschien zien we ons daar nog. Ja, nee, bij helemaal goed. Oké, top. Nou, top. 32.02 voor de 32.08 over. 32.08, u zegt het. Heeft hij toevallig zicht op de verdachte, andere verdachte over? Positief, ik zit op dit moment achter. Ik dacht ik wel. Ja, ik zie jullie rijden. Even. Ik blijf even volgen totdat jij erbij bent. Ja, wij hebben wel een verdachte achterin, dus we kunnen niet heel veel. Oké, nou dan handel ik het af. Toppie. Nou, ik hoop dat hij er niet vandoor gaat. Tot zo, hè? Hey, fijne dienst, man. Ja, tot zo, man.